Dit is hoofdstuk 3 van Vrij van Verslaving. En het is een soort gebruiksaanwijzing. Hoe je, op welke manier je het beste deze cursus kunt doorwerken. En de eerste is, je moet eerst de cursus doen en dan pas stoppen met je verslaving. Ja? Dus dat hele idee van, wat is in de gebruikelijke hulpverlening, ja, word je als het ware gedwongen om eerst te stoppen met het gebruik en dan vervolgens gaan ze proberen om jou te helpen, is het paard achter de wagen gespannen. Je moet eerst begrijpen hoe je moet stoppen, waarom je zou moeten stoppen, wat het voordeel is van het stoppen. Ja, dat soort dingen moeten eerst duidelijk zijn voordat je stopt. Uiteraard toch? Ik bedoel, hoe voor de hand kan het zijn? Dus terwijl je deze cursus doet, blijf roken, blijf drinken, blijf je middel gebruiken, blijf gewoon doen wat je altijd al doet. En wat ik in mijn les, in de vorige les al zei ook, probeer dat dan tevens nou eens te doen zonder schuldgevoel, zonder zelfafwijzing. Probeer nou eens een tijdje de blije roker te zijn, of de blije drinker, of de blije wat dan ook je verslaving is. Ja, dat zal overigens niet meevallen, maar tegelijkertijd als je probeert om in ieder geval niet jezelf af te wijzen. Niet jezelf te veroordelen als een slappeling, als een sukkel. En dan moet het maar eens klaar zijn. Niet doen. Gewoon gebruik je middel, doe je verslavingsgedrag op de manier waarop je dat gewend bent te doen, zonder beperkingen, zonder rem. Het zou kunnen dat je tijdens deze cursus misschien zelfs wat meer gaat gebruiken, wat meer als het ware aan toegeeft aan je verslaving. En dat is oké, laat maar gebeuren. Dan kom je vanzelf ook veel sneller bij dat punt waarop je doorkrijgt dat het je echt helemaal niks brengt. Dus eerst de cursus doorwerken en dan pas stoppen. En dan natuurlijk, terwijl je kijkt naar een video of terwijl je luistert naar een audio of terwijl je eventueel teksten doorleest in deze cursus, moet je dat wel op een moment doen dat je min of meer nuchter bent. Ja, dus niet straalbezopen bijvoorbeeld. Roken maakt natuurlijk geen niks uit, want roken heeft nauwelijks effect op, zeg maar, je perceptie. Ja, en bepaalde, zeg maar, middelen zoals amfetamine, cocaïne of zo hebben ook niet zo heel erg veel invloed op je perceptie. Dus dat kan eventueel met mate, kun je als je nog in een soort nasleep bent van een middel, kun je deze cursus wel doen. Het gaat er eigenlijk vooral om dat je helder bent, dat je geest helder genoeg is om te snappen en om ook enigszins de gevoelens toe te laten die in deze cursus ook in jou af en toe wakker gemaakt worden, zodat je kunt ervaren wat het is om verslaafd te zijn. Ja? Dus dat is, probeer zo nuchter mogelijk te zijn tijdens het kijken of het luisteren naar deze cursus. En dan het derde punt in de gebruiksaanwijzing is dat je de eventuele opdrachten die erin zitten, dat je die ook echt moet doen. Ja, je kunt ze lezen en zeggen, oh, interessante opdracht, oh, wel leuk, ja, wel goed. En dan vervolgens ga je meteen door naar de volgende les. Nee, dat gaat niet werken. Je doet de oefeningen. Als je eventueel de oefeningen een paar keer gedaan hebt en je merkt dat het heel vervelend voor je is en heel naar, dan mag je eventueel op grond daarvan besluiten de oefening weer te stoppen. Ja, maar eerst doen, dan kijken of het voor jou enig, zeg maar, positief effect heeft, of het voor jou goed werkt in dit hele proces van het leren doorzien van de verslavingsillusie. Dus doe de opdrachten. Sommige zijn gewoon luisteren naar bepaalde begeleide fantasieën. Andere opdrachten zijn een paar keer per dag even gaan zitten op een plekje. Die opdrachten komen nog, dus dat ga je wel zien. Doe de opdrachten! En dan volgende punt in de gebruiksaanwijzing. Sla niks over. Misschien ben je zo gemotiveerd om te stoppen met je verslaving, dat je meteen ergens naar les 20 of naar les 30 doorzept. Als dat de titel heeft, het moment van stoppen of iets dergelijks, dat je er meteen heen wil. Doe dat niet. Je verknalt het hele effect van deze cursus. Het is niet ergens één moment waarop hier als het ware het licht getoond wordt.
Het is het geleidelijke veranderen van je perceptie over jezelf en je verslaving die uiteindelijk dat effect heeft dat je op een volledig andere manier stopt met je verslaving. Dus doe gewoon alles. En dan het laatste punt in deze gebruiksaanwijzing. Doe alles, maar ook laat niet al te grote pauzes vallen tussen alle onderdelen. Er zijn mensen die dan de neiging krijgen, zeker zo na een les of wat, dat ze beginnen door te krijgen van, jeetje, deze cursus is echt goed. Ik geloof dat ik nog eventjes verslaafd wil blijven. Dus er ontstaat een soort angst dat ze op een gegeven moment van hun verslaving af zijn. Bizar hoe een verslaving werkt ook. Het is onderdeel van de verslaving ook. Dus wijs jezelf daar niet over af. Als je merkt dat je die neiging krijgt om na les 7 een maandje te wachten voordat je met les 8 begint, dan weet je bij deze dat je jezelf voor de gek aan het houden bent. En dan ga je ook uiteindelijk niet het verlangde resultaat bereiken. Namelijk zonder al te veel moeite van je verslaving af te komen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, probeer elke dag een stukje van deze cursus te doen. Natuurlijk, als er een dag tussen zit waarop je weg bent de hele dag of zo, sla je gewoon een dag over, dat is oké. Maar in principe, elke dag een stukje van deze cursus doen. Ja, dus dat waren de punten van deze gebruiksaanwijzing. Ik wens je heel veel plezier en succes met deze cursus.